Yo mensen, welkom bij deze nieuwe Brawl video. Ik had laatst een video geüpload waarin ik um, in karaktspels ging spelen. En ik heb nog wel wat punten gehad, maar het seizoen was bijna ten einde. Maar vandaag is het nieuwe seizoen gestart en ik ga gewoon weer wat uh, botjes spelen. En als wij drie keer weten te winnen en we weten ook gewoon drie keer een epische overwinning te behalen. Dan staan wij gewoon in de top 200 van de wereld of van Nederland. Kijk, als ik hierheen ga, je ziet hier de top. Gewoon de eerste plaats in Nederland heeft 99 punten en ik kan wel helemaal naar beneden gaan. De nummer 200 heeft dat ook. Die heeft ook... 99 punten, dus die heeft 3 gevechten gewonnen. En dan waren er waren ook nog eens 3 epische gevechten, waarbij die dus uh, had gewonnen met een um, verschil van 60% of zoiets. Hier staat het: Want vorige keer gingen we in premie spelen, maar nu gaan we spelen in overval. En nu is dus de epische overwinning: uh, Wint terwijl de gezondheid van je kluis nog minstens 60% bedraagt. Dus ik moet die kluis van de tegenpartij verslaan. En dan moet ik zorgen dat de kluis van mijn team nog minimaal 60% over heeft. En als het zo is, dan heb je een epische overwinning. Dat is hartstikke mooi. We zouden het kunnen halen. Het zou echt heel erg vet zijn als we gewoon in de top 200 van Nederland komen. Misschien dat we wel in de top 200 van de wereld komen. Maar die kans is denk ik wel klein. Aangezien er superveel mensen zijn die dit gewoon hebben behaald. En. Um... Ja, ik denk dat het misschien een beetje op alfabetische volgorde gaat dan. Ik weet niet echt hoe het gaat. Maar in ieder geval, wij gaan dus gewoon drie potjes doen. In overval, in krachtspel. We gaan natuurlijk met Barley, want Barley is de enige knokker die ik krachtlevel 10 heb. Maar voordat we daarheen gaan, wil ik jullie alvast vragen om te liken, te abonneren en even dat belletje aan te zetten. Want dan krijg ik natuurlijk een melding wanneer ik live ga of wanneer een een ik nieuwe... een, een nieuwe video upload. Verder heb ik natuurlijk nog steeds mijn club. Hier zie je mijn club dus. Er zitten nu momenteel 88 leden in van de 100. En de club is een beetje veranderd. Eerst was de club altijd gewoon, het type was gewoon openbaar. Je kon gewoon join als je wou. Maar nu hebben we het op uitnodiging gezet. En ik heb nu wat meer mensen oudste gemaakt. Dus als je ook oudste wilt, zorg dan gewoon dat je lang in de club zit dat je actief bent. En dan ga ik kijken wie ik um, op zich best wel goed ken al. Die ga ik dan uh, oudste maken. Want de mensen die oudste zijn, die kunnen dan bijvoorbeeld mensen accepteren die, dus op uitno die een uitnodiging hebben gestuurd. Of gewoon een um, verzoek hebben gezien om de clan toe te treden. Verder moet je nu minimaal 11k trofeeën hebben in plaats van 10k. De mensen die daaronder zitten worden voorlopig nog niet gekeken. Want ze zitten ook met niet zo superveel leden nu, dus 88. Maar heb je dus meer dan 11k trofeeën, ben je actief. En uh, ja, zoek je geen ruzie en zo, ben je gewoon een leuk iemand in de club. Dan ben je natuurlijk van harte welkom. Heb je te weinig trofeeën, dan kan je naar onze tweede club, Legendary 2. En als je dan uiteindelijk gewoon genoeg trofeeën hebt voor deze club, kan je natuurlijk deze club joinen. Verder kan je mij toevoegen als vriend en als je mij dus toevoegt als vriend, kan je met mij uh, meedoen in video's, wanneer ik bijvoorbeeld minigames ga doen. En ik doe natuurlijk nu ook vaak uh, 1v1 tegen anderen, gewoon tegen kijkers. En als jij mij dan als vriend hebt of je zit in mijn club, dan kan ik met jou spelen. Want als je niet in mijn club zit of je me niet als vriend, dan kan ik niet met jou spelen, want dan kunnen we elkaar niet inviten. Dus ja, als je dat een keer wilt, stel je wilt een keer een 1v1 tegen mij voor een video, dan moet je gewoon of in de club zitten of... Um, hoe heet dat? Mij als vriend hebben. Verder, uh, ja, de 1 v video of een 1 v tegen een kijker zal binnenkort weer komen. Ik denk misschien morgen of zo. Maar uh, ja, ik kan natuurlijk niet iedereen gelijk aan de beurt laten gaan. Dus sommige mensen zullen even wat langer moeten wachten voordat ze een 1 v tegen mij kunnen doen. Hopelijk hebben ze daar begrip voor. Want ja, ik kan jammer genoeg niet iedereen tegelijkertijd, kan niet tegelijkertijd tegen iedereen een 1 v gaan doen. Dus uh, ja, ik doe het ook volledig random. Ik ga niemand voortrekken en ik ga ook niemand skippen of zo. Ik kijk gewoon welke namen ik als eerste tegenkom. Of wie er dan toevallig online is. En met die ga ik dan even een 1v1 doen. Maar in ieder geval, wij gaan dan uh, nu het potje overval in met Barley. We hebben dus drie gevechten over en we moeten ze gewoon alle drie winnen. En het zou ook nog eens heel erg mooi zijn als er dan drie epische overwinningen zijn. Want als het dus lukt, dan kunnen wij zomaar eens in de top 200 van de wereld staan of van Nederland. Oké, okay, hier gaan we dan. We gaan dus met Barley spelen, want Barley is mijn enige knokker die ik level 10 heb. En op zich is Barley een best wel goede knokker voor overval. Aangezien je dus van die soort spreuken zo kan gooien, van een best wel verre afstand. En je kan ze zo over deze muur gooien, waardoor je dus eigenlijk gewoon, je hebt hier bescherming. En dan kan je ook gewoon nog eens heel erg makkelijk hitten. Volgens mij kan ik ook als ik hier sta die dingen hitten of niet? Nee, oké, okay, dat kan net niet. Wel met mijn super misschien, maar in ieder geval dit is heel erg chill. Hier heb ik bijvoorbeeld een primo, die kan ik nu best wel makkelijk hitten. Ja, die kan er dus niet langs, dat is heel erg nice. Kijk, deze gasten daar, we hebben we dus daar een crow. Of nee, niet een crow, die zit bij mij op team natuurlijk. Een cold hebben we, we hebben een El Primo. Die El Primo die staat hier een beetje. Maar ja, als ik die gewoon een beetje hit, dan lukt het wel. Misschien dat, ja, ik denk eerlijk gezegd dat ik het kan hitten hoor. Even kijken, zou. Nee, het kan denk ik. Oh ja, het kan. Dit is echt perfect, jongens. Ik kan het gewoon hitten vanaf hier. Dus uh, ja, hun hebben niet zo'n knokken die dat zou kunnen doen. Oké, okay, daar wordt iets gegooid. Dan ga ik even snel daarheen om die kapot te maken. Oké, okay, mijn teammate gaat al gelukkig. Uh, ik gooi dit al even neer. Want uh, hier komt al een andere knok. Hier komt El Primo eraan. Die hitten we wel heel erg lekker. Dus die pakken we, ja, nice. Oh, dit meen je serieus niet, hè. Er wordt hier gewoon een komeet neergegooid. En daardoor is die muur bij ons gewoon in één keer weg. En nu kunnen we ons veel makkelijker gaan pakken. Dat is echt heel erg uh, oneerlijk eigenlijk. Want we hadden daar gewoon een hele goede bescherming. Maar ik ga nu heel snel daarheen. Oké, okay, En ik ga nu wat dingen daar gooien. Ik hit ik het? Nee, ik hit het gewoon net niet. Wat is dit? Ja, ik hit het wel. Oké, okay, lekker. Maar ik ben zelf echt bijna dood. Uh, even kijken, die moeten we even pakken. Ja, oké, okay, lekker gedaan. Dan ga ik weer snel daarheen op zich. Uh, we hebben nog best wel veel HP over. Hun hebben minder, omdat ik dus best wel lekker kon hitten daar van die, die afstand. En je hit eigenlijk gelijk twee Want als je natuurlijk die vuurbal of, dat, of die spreuk, wat het ook is, erop gooit. Dan doet hij daarna nog niet, omdat het nog steeds in die cirkel zit. Dus dat is echt heel erg nice. Even kijken, oké, okay, daar. Um, ja, die ene knokker, die uh, Penny, is wel goed met die uh, mortier of zo die, die daarmee wordt neergezet. Want die hit eigenlijk ook van long range. Dus dat is best wel jammer. Oké, okay, lekker, die boot doet het goed, maar die primo die komt in één keer. Oké, okay, we moeten nu heel snel hierheen gaan. Waarom kan ik nog niet. Waarom kan ik niets doen? Wat gebeurt er allemaal? Huh, oké, okay, het tripte echt kalo hard bij mij, dit spel in één keer. Uh, we gaan heel even dit hierheen gooien. Het is echt hele harde verspilling, maar ja, alsnog, we hebben wel die mortier gepakt. In ieder geval, uh, die epische overwinning kunnen we niet meer halen, want uh, we hebben niet zo heel veel AP meer. En ik, ik betwijfel ook of we dit nog kunnen gaan winnen, überhaupt. Even kijken, oké, okay, die Primo hier, ja, die springt ook gewoon bovenop mij natuurlijk. Echt, jongen, niet te geloven. Oké, okay, lekker. Ja, we moeten nu echt alles op alles zetten. Oh, ja, we hebben nog een paar seconden, dan is het alweer over. Ja, ik ga dit niet meer kunnen winnen. Even kijken, nou, ik gooi dit er nog even op. Dan pakken we hem misschien nog wel. Ja, we pakken hem wel, maar we winnen sowieso niet. Het is 13 tegen 8% tegen hoeveel? 71%. Dus ja, dit hebben we verloren, jammer genoeg. We Hebben dan wel wat punten gepakt voor een soort van troostprijs. Maar ja, die uh, top 200 kunnen we nu al niet meer halen, want we hadden gewoon drie epische overwinningen nodig. We gaan natuurlijk wel verder. We hebben dus nu 5 punten. We gaan nu het tweede potje en hopelijk winnen we die dan wel. Hier gaan we nog gewoon gelijk. En dan gaan we hopelijk wel winnen. Ja, weet je wat echt zo? Nou, dat er gewoon in deze comet viel. Die die muur bij ons heeft weggehaald. Want als die muur daar gewoon nog stond, dan hadden ze ons bijna niet kunnen pakken. Want dan moesten ze helemaal via deze linkerkant moesten ze naar ons komen. En um, ja, dat kwamen ze gewoon bijna niet door. Ook omdat ik dus met Barley ben en gewoon dit dingen van afstand kan gooien. Dus dat was heel erg jammer. Oké, okay, die search. Oké, okay, die doen we wel lekker damage eigenlijk. Kunnen we hem nog een keer hitten? Ja, dat kan natuurlijk. En nu nog één hit. Uh, nou, heel even kijken. Ja, die pakken we. Oké, okay, nice. Uh, daar zit wel een uh, Poco. Die is wel een beetje irritant met die dingen. Oké, okay, dit gooit hij ook nog even neer. Oké, okay, we hit hem op zich wel redelijk. Maar hij gaat heel even snel weg. Oké, okay, daar gooit hij iets om de muur te breken. Volgens mij dus dat is dat ook heel erg chill. Of heeft hij dat niet gedaan? Of loopt hij om? Even kijken. Nee, nou, oké, okay, die is gewoon omgelopen, jammer genoeg. Uh, even kijken, ja die Poco is wel heel erg slim hoor, hoe die dat de hele tijd doet met die, uh, met die bommen daar de hele tijd te gooien. Oké, okay, hier doen we wel lekker wat damage op die Shelly. Even kijken, uh, ik ga dit wel even hier gooien. Ah, lekker, die gaat heel goed naar achter, Voor mij heb ik hem wel echt gehit ook. Maar die ging dus naar achter toe, want die dacht waarschijnlijk dat ik het daar meer naar voren had gaan gooien, maar ik gooide het eigenlijk gewoon precies waar die naar terug ging lopen, dus dat was heel erg nice. Uh, het zijn nog steeds 100 tegen 100%, we hebben bijna geen damage gedaan, dus we moeten wel even wat damage gaan doen. Want ja, hun hebben natuurlijk ook een Poco die van long race kan gooien. En als hij dus ook gewoon gooit, dan hit hij ook. Ja, hier dit bedoel ik dus. Hij heeft nu wat gegooid. Oké, okay, weet je wat? Ik ga gewoon snel hierin en gooi dit gewoon allemaal. En dan uh, doe ik nu best wel veel damage. Oké, okay, we hebben nu echt heel veel damage gedaan. Ik ben wel bijna dood. Ja, oké, okay, ik ben bijna dood. Maar ik heb heel veel damage gedaan hoor. Ik heb nu... Uh, ja, hun ook trouwens. Die Poco jongen, die doet echt super veel damage. We moeten echt even wat beter gaan spelen. Want anders gaan we ook dit potje gewoon verliezen. En dat wil ik natuurlijk niet. Oké, okay, nu doen we wel uh, redelijk wat... Damage, we hebben. Ja, we staan op zich. Oh nee, laat maar. We staan achter. Gewoon, ik keek even verkeerd. Ja, die Poco daar, jongen. Die zit zo goed te doen daar. We gaan dit, denk ik, ook gewoon niet eens meer winnen. Hoor. We staan 48, 81. Mijn teammates gaan ook hele tijd dood. Ja, die Shelly die kan ook uh, niet blijven leven, gewoon voor mijn team. Even kijken. Het lijkt me ook wel bijna alsof ik de enige ben die gewoon bijna, negen, bijna de hele tijd gewoon alive blijft. Want, um, ja, ik ben bijna niet doodgaan. Ja, nu dan bijvoorbeeld. Ik ben misschien drie, vier keer gegaan. En mijn teammates zie ik veel vaker die spannen. En ja, ik ben veel meer aan het gooien en zo. Hier doen we bijvoorbeeld iemand damage. Oké, okay, lekker, die hebben we. Nog 19 seconden. We moeten er nu echt opschieten. Anders gaan we gewoon dit verliezen. En deze wil ik eigenlijk niet gebruiken daarvoor. Ik wil hem daar gooien. Oké, okay, kan ik ze nog allemaal gooien? Dat kan wel. Oké, okay, ik doe best wel wat damage nu. Oké, okay, als mijn teammates daar nu heel snel heen gaan. Oké, okay, lekker. Die Leon gaat erin, maar dit gaan we niet meer winnen. Denk ik. Nee, dit gaan we sowieso niet meer winnen. Nee, mijn team is ook dood gegaan. <laughs> dit is jammer, jongens. Het tweede potje ook verloren. En we krijgen weer maar 5 punten erbij. Terwijl we dit potje best wel goed gingen en veel meer damage hadden gedaan. Maar uh, ja, het tweede potje is dus over. We zitten nu op 10 punten. Gaat best wel slecht, want toen, voordat ik dat ik had gespeeld, had ik gewoon echt iets van 66 punten in 3 potjes. Maar dat komt waarschijnlijk ook gewoon omdat ik nog heel erg laag zat en het ook het einde van het seizoen was. Maar we gaan dan nu het laatste potje in. En hopelijk gaan we nu wel winnen. Of minimaal gelijk, zodat ik even wat meer punten krijg dan 5 punten per potje. Maar dat is best wel zonde. Dus uh, ja, hier gaan we dan... We zitten met een Leon en een. Um, ik weet even niet hoe die andere knokker heet. Het is volgens mij geen sprout. Of het zou sprout ook wel kunnen zijn. Even kijken. Oké, okay, hier hebben, ze hebben dus een Poco en een Dynamite. Ja, dit is best wel uh, lastig om dit te gaan uh, aanvallen. Want die zitten waarschijnlijk gewoon allebei achter die muur daar te wachten. Totdat wij komen en dan gooien ze gewoon wat neer. En ja, mijn range is op zich wel groot, maar niet zo groot dat ik echt super van vet af kan uh, gaan gooien. Dus ik moet wel een beetje in de buurt komen. Um, oké, okay, daar, deze kunnen we misschien hitten. Nou oké, okay, dat kan misschien niet. Als ik dit doe, kan ik dan hitten? Volgens mij niet. Uh, even kijken naar nou, die Shelly, die gooit ook best wel lekker veel damage op mij. Die Poker gooit ook echt alleen maar bommen gewoon. Ik kan bijna niks doen. Maar we hebben wel wat damage gedaan op uh, de tegenpartij. Hun kluis, 5% al. Ik denk dat het dus tof voor mij was, want anders zou ik het niet echt weten. Oké, okay, hier, ja, hier gaan ze nu heel veel damage. Oh ja, die Dynamax springt het ook zo over. Wat is dit ook nou weer jongens? Kom op, even serieus. Dit ga je ook niet meenemen. hè. Wat een onzin ook, jongen. Dit spel allemaal weer lekker hard te naaien. Dan komen ze gewoon op de aanval en dan lopen we vast. Echt, jongen, jongen, jongen. Wat een onzin. Oké, okay, hier, uh, ja, kill mij maar gewoon. Ja, hartstikke mooi. Dan uh, kan ik nu even op die dynamite gaan die hierheen komt. Nou, die dynamite denk ik lekker veilig te zijn, maar ik gooi dit gewoon niet op. Dus die is sowieso gepakt nu. Oké, okay, lekker. Uh, nou, we hebben 58% damage al gepakt. Dus die epische overwinning zouden we ook sowieso niet meer kunnen pakken. Maar ik vraag me af of we überhaupt een overwinning kunnen gaan halen. Want we staan echt dik achter, gewoon al. Even kijken, oké, okay, die hit ik bijna. Dan ga ik heel snel daar wat gooien. Ah, oh, tuurlijk, we staan ook weer vast. We zitten weer vast door een. Uh, ja, ik weet niet door wat eigenlijk. Een aanval van Dynamite of een aanval van poken of zo. Oh, hier is een muur ook gebroken of zo. Of nee, hij komt gewoon in één keer door. Tuurlijk, joh. Even kijken, nou voor mij heb ik mijn super dood weer even kaart verspeeld. Terwijl ik er niet eens wou. Uh, 38% hebben wij nu nog over. Hun 80% dat gaat echt super slecht. We moeten echt even wat beter gaan doen. Want anders gaan we dit sowieso verliezen. Ja, we gaan sowieso verliezen. Oké, okay, um, heel even kijken. Kan ik snel wat damage doen? Oké, okay, dat kan natuurlijk. Even kijken. Oké, okay, op zich doen we nu best wel veel damage. Ja, maar dit gaan we ook sowieso niet meer winnen. Nog 20 seconden. Hun komen er nu ook even door. Die Shelly komt er even door. Even kijken, nou heel even snel wat damage gaan doen. Oké, okay, lekker jongens. Kijk er. nou daar doe ik op zich wel. Oké, okay, als ik nu heel snel opschiet, dan moet het gaan lukken. Oh, mijn god. Oké, okay, even kijken. Oké, okay, Hoeveel damage gaan we nog doen? Ja, we verliezen sowieso. Kijk, hoe weinig HP wij nog hebben. Als ik niet werd gekills, jongen, dat ik al mijn. Um, al mijn dingen. Ik weet niet eens hoe het heet, eigenlijk wat ik neergooi. Dat ik gewoon mijn hele aanval daarop kunnen afvuren. Dan had ik echt veel meer damage gedaan. Maar ik ga even kijken, hoe heet het eigenlijk van Barley? Hoe heet het eigenlijk? Uh, Barley valt hem door flessen. Ja, flessen gooit. Oké, okay, ik gooi flessen. En um, er zit wat in. Ja, dat is flessen met, uh, met vuur erin of zo. Ja, dus als ik dat gewoon allemaal had gooien, had ik veel meer damage kunnen doen. Maar we hebben nu dus drie potjes gedaan. We hebben maar 15 punten gepakt. Hoor. Dus maar drie. We hebben gewoon drie keer verloren. Heel erg jammer. Ik hoop natuurlijk de volgende keer wat morgen. krijgen we weer nieuwe nieuw punt. Ik krijg gewoon elke 24 in de uur. Uh, of nieuwe punten. Gewoon nieuwe potjes bedoel ik. Elke 24 in de uur krijg je nieuwe potjes. En dit seizoen eindigt over 13 dagen en 13 uur. Dus uh, ja, ik neem deze video op. En dan morgen, dus eigenlijk. Over 13 uur heb ik weer nieuwe gevechten. En dan ga ik weer vechten. Want ik ga natuurlijk voor zoveel mogelijk punten dit seizoen. En uh, met die punten krijg ik natuurlijk sterpunten. En ik had vandaag ook weer wat sterpunten gekregen. Want het seizoen een einde was. Maar ik weet niet precies hoeveel. Um, nou, in ieder geval. Ik denk dat uh, de video er wel alweer op zit. We hebben dus drie potjes in overval gedaan. En ja, we hebben dus jammer genoeg drie keer verloren. Maar morgen dus weer een nieuwe dag met nieuwe potjes. En dan ga ik hopelijk wel verwinnen winnen. Ik ga niet elke keer al mijn potjes in de video doen. Ik ga soms ook gewoon. Zelf een beetje die drie potjes doen en dan ga ik het niet opnemen. Maar de, jullie zullen dit ook gewoon vaker op mijn kanaal zien. Want op zich, krachtspel is best wel leuk. Want het is eigenlijk een soort van competitie. Want hoe meer je weet, hoe meer punten je krijgt. En hoe meer punten, hoe hoger je komt. En hoe meer sterpunten je uiteindelijk krijgt. Net eigenlijk een beetje als een Brawl Pass: je moet gewoon challenge's vertooien. En in de Brawl Pass krijg je dan tokens. Hier hoef je geen challenge's te vertooien, maar gewoon te winnen. En ja, daardoor gaat het gewoon echt om wie goed is. Tuurlijk is het wel chill als je gewoon met een vast team kan spelen. Die ook een krachtspel spelen. Dus misschien dat ik dat een keer ga doen. Zou wel handig zijn. In ieder geval: drie potjes. Dus uh, morgen weer nieuwe potjes. En dan ga ik uh, die potje lekker spelen. En hopelijk wat punten halen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet niet te liken en te abonneren. En zet ook even dat belletje aan. Want dan krijg je natuurlijk een melding wanneer ik live ga. Of wanneer ik like een nieuwe video upload. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.